Smit, verpleegkundig specialist op de afdeling plastische chirurgie van het UMC Sint-Radboud. Ik behandel patiënten met slecht genezende wonden en doe voor de plastische chirurgen postoperatieve wondcontroles. Ook doe ik interne consulten op verzoek van collega verpleegkundigen of medisch specialisten. Naast mijn werk in de praktijk ben ik ook opleider. Van Mierloot en ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist traumachirurgie en wondzorg bij de afdeling heelkunde van het UMC Sint-Radboud in Nijmegen. Mijn specialisatie op het gebied van wondzorg is de behandeling van acute en complexe wonden. Wij hebben een onderzoek uitgevoerd voor het College voor Zorgverzekeringen, oftewel het CVZ, een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen. Een van de kerntaken van deze organisatie is het adviseren van de overheid over de inhoud van het basispakket. De adviezen dienen solide en goed onderbouwd te zijn en in overeenstemming met maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Aan de adviezen die het CVZ uitbrengt, ligt onderzoek ten grondslag. Deze onderzoeken worden regelmatig uitbesteed, zo ook ons onderzoek de verkenning wondbehandeling in Nederland. De kernvraag voor dit onderzoek was: welke materialen worden in de huidige praktijk bij complexe wondzorg gebruikt en welke evidence ligt hieraan ten grondslag? Uit deze hoofdvraag zijn verschillende deelvragen afgeleid. Wat is de definitie van een slecht genezende wond? Hoe is de wondzorg georganiseerd? Welke wondverbanden worden er gebruikt? Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van de wondverbanden? En wat zijn gewenste richtlijnen en aanbevelingen? In het volgende filmpje richten we ons op de vraag: wat is de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van de wondverbanden? Een belangrijk onderdeel van de verkenning wondbehandeling in Nederland is de quickscan van de literatuur en de richtlijnen om de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van wondverbanden zoals ingedeeld in het WCS wondenboek te beoordelen. Er is maar één type onderzoek waarmee je een uitspraak kan doen over oorzaak, dus het gebruik van een bepaald soort verband, en het gevolg, de genezingsduur van een wond. Dat is een gerandomiseerd, gecontroleerd experiment, oftewel een randomized clinical trial. Als er meerdere onderzoeken gedaan zijn, kan je deze onderzoeken met elkaar vergelijken met behulp van een systematisch literatuuronderzoek. Hierbij definieer je vooraf om welke patiënten het gaat, in dit geval dus de patiënt met een complexe wond. Verder definieer je de behandeling, dus een van de productgroepen die vergeleken wordt met de controlebehandeling. Ook stel je vooraf vast wat de belangrijkste uitkomstmaat moet zijn. Dat was in ieder geval de genezingsduur of het aantal genezen wonden binnen een vastgestelde periode. Deze definities werden omgezet naar een zoekregel waarmee we in elektronische databases zoals Medline, CNOW, Embase en Cochrane onderzoeken. We hebben met name systematische literatuuronderzoeken gezocht en beoordeeld. Als het literatuuronderzoek van voldoende kwaliteit was, werd de uitkomst gebruikt voor de eindconclusie. Ook richtlijnen hebben we nagezocht op aanbevelingen voor het gebruik van bepaalde wondproducten voor de behandeling van complexe wonden. De kwaliteit van de documenten werd beoordeeld met het agree-instrument en inhoudelijk is gekeken naar aanbevelingen op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg. In dit deel gaat het dus om de aanbevelingen op het gebied van de behandeling. In de literatuur vonden we uiteindelijk 25 systematic reviews over 154 gerandomiseerd gecontroleerde experimenten. De meeste reviews waren van hoge kwaliteit en hadden dezelfde structuur als de Cochrane-methodiek. Er is maar één conclusie mogelijk en dat is dat er nauwelijks aanwijzingen zijn voor een betere effectiviteit van verbandmaterialen, ingedeeld in productgroepen volgens het wondenboek van de WCS, op het aantal wonden of de gemiddelde tijd tot volledige genezing van een complexe wond. Deze uitspraak geldt voor verbandmaterialen binnen en tussen productgroepen, als wel in vergelijking met traditionele verbandmaterialen. Ook op secundaire maten, zoals comfort, gebruiksgemak en kosteneffectiviteit, zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het gebruik van een product of productgroep tot betere resultaten leidt. Op het gebied van verbandmateriaal wordt in alle gevonden documenten in algemene termen geadviseerd.
De mate van exsudaat is bepalend voor het gebruik van verbandmaterialen. Nergens wordt het gebruik van bepaalde productgroepen of specifieke merken aanbevolen. Wel wordt geadviseerd om transmuraal of regionaal goede afspraken te maken over de te gebruiken verbandmaterialen. Dit maakt overdracht van zorg makkelijker en gaat verspilling tegen. Verder kwamen we tijdens het onderzoek er ook achter dat de WCS-indeling van productgroepen misschien wel praktisch is en aansluit op producttyperingen die ook weer door fabrikanten worden gehanteerd, maar dat het niet kan dienen als een klassificatiesysteem. De producttypering door fabrikanten is arbitrair, bijvoorbeeld het verschil tussen hydrocolloïd en hydrofiber. Hydrofiber bestaat uit hydrocolloïddraden. De vraag is waarom hydrofiber dan toch een aparte productgroep is. De mogelijkheid om tot een eenduidige klassificatie te komen is op basis van functionaliteit, zoals hydratie of absorptie. De wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van verbandmiddelen is teleurstellend. Daarbij is de expertgroep wel van mening dat niet alleen de wetenschappelijke onderbouwing belangrijk is. Op grond van waarnemingen in de praktijk, die vaak in vakbladen geschreven staan, zijn diverse situaties gemeld die gericht zijn op comfort en welzijn van de patiënt. Bijvoorbeeld de keuze om bij kleine kinderen of zeer pijnlijke verbandwissels een product te gebruiken dat langer kan blijven zitten en makkelijker te verwijderen is. Ook kun je speciale absorberende verbanden gebruiken bij extreme productie van exsudaat.